Maar psoriasis is natuurlijk een diagnose die gesteld is. En waar je ook naar kunt kijken is scales, dat is belangrijk. Want psoriasis heeft natuurlijk heel veel, staat ook niet in de handout. Dit stukje niet, die paar woorden die hier staan. Scales is iets wat heel erg terugkomt. Bran-like en crusty. Bran-like betekent zoiets als ook schilferig. Dat zijn van die bruine schilferige afscheidingen. Vlokjes. Psoriasis is natuurlijk een term die op een gegeven moment bedacht is, hè, die een diagnose. Daarbij, er zijn heel veel rubrieken die sluiten daarop aan, omdat die diagnose al vrij lang bekend is. Of tenminste bedacht is, zullen we zeggen. Gedefinieerd. Maar vroeger werd natuurlijk gewoon gezegd, van ja, maar ik heb een huidaandoening waar het gewoon schalen vanaf komen. Weet dat? Vlokjes vanaf komen. Dus dat werd dan zo beschreven. Dus een goed voorbeeld is, psoriasis op het ooglid kan je niet terugvinden, want deze rubriek bestaat niet. Maar je hebt wel eye eruptions, lids, scales, crust enzovoorts. Dus als je iemand hebt met psoriasis specifiek op de oogleden wat heel merkwaardig is, dan kun je dat niet terugvinden, maar je kunt het wel terugvinden in deze rubrieken. Omdat dat een beschrijving is van het probleem. Namelijk, niet zozeer de psoriasis, maar die schilfers die eraf komen. Ja? Dus soms moet je wat creatiever zijn, wat flexibeler. Creatief vind ik misschien een wat moeilijke term, maar flexibel. In die zin dat je weet van nou, de diagnose is één ding, maar soms moet ik ook kijken naar de uiting van het probleem. En dat kun je dus vinden in dit soort termen. Scales, Bran-like, crusty, Descomating. Ja? En er zijn heel veel rubrieken die die termen hebben. Waar ik mee wil beginnen is arsenicum iodatum. Een middel wat erg past bij bepaalde psoriasis-achtige aandoeningen. Ik heb soms wat kleinere middelen gebruikt, zoals deze, maar ook wel wat grotere middelen. Maar daar komen we vanzelf wel achter. De voornaamste pathologie is eigenlijk twee dingen, epithelioom en psoriasis. Als het gaat om de huidaandoeningen. En wat typisch is van dit middel, is dat de schubben, scales, heel erg groot zijn. Bij psoriasis zijn ze redelijk klein, over het algemeen. Maar hier zijn het echt grote schubben. Vraag me dan niet, wat is dan precies, bij hoeveel millimeter begint dan een grote en een kleine schub? Want dat wordt, hoor ik nog wel graag, dat mensen behoefte hebben aan een vaste definitie. Maar het moet gewoon groot zijn, het moet gewoon opvallend groot zijn. Nogmaals, ik heb het nu alleen even over de huidklachten. Wat ook typisch is, is de gele bijtende afscheiding. Nou, gele afscheiding kent natuurlijk ook grafitis, ook een ander middel voor huidklachten. Maar bij grafitis is de afscheiding niet bijterig, die is meer kleverig. Ja, bij arsenicum iodatum is die bijtend. Ja. Kalisulfuricum heeft ook heel erg gele verkleuringen. Niet zozeer alleen in de afscheiding, maar ook in de psoriasis. Psoriasis bij kalisulfuricum, die staat niet in de handout, kalisulfuricum, dat schiet me nou te binnen. Dus kalisulfuricum heeft vooral gele verkleuringen van de afscheidingen, van de tong, van de psoriasis. Als iemand geel verkleurde psoriasis heeft, dan zou dat een indicatie kunnen zijn van kalisulfuricum, als andere symptomen er ook bij passen. Terwijl arsenicum iodatum heeft vooral een gele bijtende afscheiding uit zweren, noem maar op, wonden. Ja? Typisch voor arsenicum iodatum is natuurlijk zeer rusteloos zijn. Pas bij ADHD-achtige kinderen, kinderen die heel druk zijn, volwassenen die heel druk zijn. Zoals tarantula, arsenicum iodatum, Rustox, allemaal middelen die over het algemeen heel erg druk zijn. Ja, zo krijg je dan langzaam een beeld van een patiënt met huidklachten zoals wat lijkt op psoriasis. Heel druk is, heel ongeduldig. Warmbloedig. Dus het is ook belangrijk als je dus een arsenicum patiënt hebt die warmbloedig lijkt te zijn, dan is dat iets wat tegenspreekt. Want arsenicum heeft echt als voornaamste keynote koudbloedig zijn. Dus als je die patiënt hebt en je hebt een
rusteloze patiënt die lijkt op arsenicum enzovoorts, maar die warmbloedig is en die verergert door warmte, dan zou je dus aan dit soort middelen kunnen denken. Arsenicum iodatum. Dat is ook een stukje van flexibiliteit qua denken, hè? En kritisch zijn, dat je niet zomaar zegt van, ah, weet je wat, ik laat dat warmbloedige van arsenicum wel, dat is goed. Vaak is het toch, als iemand echt uitgesproken warmbloedig is, dan is het toch vaak geen arsenicum type. En wat belangrijk is, ook behoefte aan melk en aversie vis, en daar verschilt het natuurlijk ook mee met kalisulfuricum. Kalisulfuricum heeft vooral een behoefte aan zoet en aversie voor ei. Ja, dus je ziet wat overeenkomsten. Kalisulfuricum heeft een psoriasis-achtige klacht, gele afscheidingen, gele schilfers. Maar bijvoorbeeld wel weer. En is ook warm, kalisulfuricum. Maar kalisulfuricum heeft dus hele andere voedingsbehoeften. Ja? Dus daarom dat ik dat straks ook zei, dat is heel belangrijk om daar ook naar te kijken, naar die generaliteit. Als iemand echt een uitgesproken aversie voor vis heeft, dan komt dat wel overeen met dit middel. Ja? Niet proactief, heb ik net al verteld. Dit lijkt heel erg op veratrum. Ja, maar wat is het grote verschil met veratrum, denk je? Als je het hebt over fysieke generaliteiten. Iemand enig idee? Wat zeg je? Ja, voeding is anders. Veratrum is ook koudbloedig. Ja. Maar dit is ook een middel die... Want als... Mensen het hebben over, patiënten verscheuren iets, dan is het bijna altijd veratrum wat er gegeven wordt, ongeacht andere symptomen. Maar dit middel heeft dat ook heel sterk. Zo rusteloos zijn dat je gewoon zinloze bezigheden doet, zoals verscheuren, verknippen, dat soort zaken. Ongeduldig en gehaast. Pas ook wel bij kalisulfuricum. Oh ja, nog een verschil met kalisulfuricum is, schiet me dat te binnen. Deze mensen zijn mager en uitgemergeld, terwijl kalisulfuricum over het algemeen wat plomper is, wat groter, wat corpulenter. En ik merk ook dat het voor mij makkelijker is om meteen medica te onthouden als ik het ga vergelijken met andere middelen. Ik weet niet of dat voor jullie ook zo is, maar... weinig reactie op.